Yes mensen, welkom bij weer een nieuw magneetvisavontuur. We zijn met een leuk clubpie. Team Utrecht wordt vertegenwoordigd door Wesley. Johan is er, hij heeft nog een maat meegenomen. Daarachter staat Michel. Het is een gezellig dagje. En wat haal ik er nou net uit? Kijk eens even mee met mij. Een poffertjespan. Ja, hoe gek is dat joh. En net die ski al voor de wintersport. Maar wat zei jij nou ook alweer? Ja, mensen kunnen niet meer op wintersport. Dus ja, dan gooien ze maar in het water. Hè? Ja, hè? Ja, ik denk dat dat wel klinkt aannemelijk. Dus we gaan lekker verder gooien. Nou, jij hebt het eerste mesje al, Wesley. Ja. Kijk eens. Ja, leuk. Het begin is er. Ja, dat zeker. Kik hoor. Uh-huh. Dat is wel aan de overkant in. Ja. Zo, ik heb hier ook wat heavy. Het lag er ook al een tijdje. Wat zal het zijn? Oh, een pannetje. Gevuld met bagger, denk ik. Jeetje, het is niks dat je een sterke magneet koopt. Ja. Maar je moet het ook nog los zien te krijgen. Ja. Nou ja, een pan. Jij had ook wat leuks, Wesley. Of heb je een afzethek? Nou ja, dat is zo'n gemeentehek of dat je de weg af kan zetten. Nou, we naderen de winter. En wat hoort er bij de winter? Een ski. Dan, alleen ik ken niet op vakantie, ik ken niet op wintersport. Gewoon een hele ski eruit, joh. Wie had dat gedacht? Hou jij nog van skiën, Albert? Ja, man. Aparte vorm, joh. Ja. Hij loopt een beetje zo rond, hè? Ja. Even kijken, hoor. Ja, een bijzonder ding, joh. Dus geen gewoon keukenmes of zo. Het is een houten handvat. Ja, samboerazwaaitje of zo. Ja. Een missie. Zoiets of zo. Het lijkt wel een siermes of zo. Ja. Wat poetsen. Ja, die zou ik wel meenemen, ja. Ja. Het is geen standaard mes. Geen standaard mes. Leuk, man. Nou, eventjes een tussenstand. Wat AXA sloten. Een beetje oud ijzer. Jij had net nog een brommer uitlaat, geloof ik. Ja. Even kijken, hoor. Ja. Hier nog meer AXA sloten, Thomas uitlaat. Dan gaan we even kijken aan de overkant. Albert die had een oude rolschaats gevonden. Heb je hem bij je? Oh ja. Kijk eens joh. Zo, die is ook oud hè? Ja. Die kun je gewoon onder je schoenen doen. Echt hè? Ook. Lachen man. Ja. Hey, zo een dikke steeksleutel. Ook. En een scheefrem. Ah. En dit weet ik niet wat het is. Ik weet het ook niet. Ja, en deze stuk. Oh ja, stijgerspie. Ja, ja die vinden we genoeg. Hè? Ja, precies. Lekker bezig, man. Volg ons. Juist. Op Dirk Vink. Precies. En je vindt ons en je ziet genoeg. Mooi, man. Ja. Even kijken, wat had jij hier nog? Had je hier nog wat liggen? Een tongetje. Oh ja.
stangetje. Doppie. Zo dan. Jeetje. Waar is Brian met zijn zeep? Jezus hé. Bizar. Ja, dat is echt niet goed. Ongelooflijk, hè? Zo, moet je ruiken. Ja. Als je hem daarmee van de kant af zou kennen douwen, een beetje. Dan ben je achter die rand vandaan. Hè? Ja, deze die binnen. Kijk uit dat je er niet in flikkert, hoor. Het ijs zit er buiten. Ja. Merendeels. Het werkt wel. Hé, ik ben los. Ik ben los. Kijk, ja, dat is wel. Dat is wel de manier dat, ja. Kapot erg deze. Dat is moeilijk. Dodelijk. Deze is echt killing. Hij is eruit. We hebben hem. Hoe lang zijn we bezig geweest? Lang. Een uurtje, denk ik. Een uur? Ja. Zo. Wat een ding. Echt, jongen. Nog een accu nodig. Oeh. Bizar. Wat voor een is het? Ik ga naar bed. Ik ga slapen, jongens. Ah. Hier, volgende stap mee. Oh nee, dit is wel dit is een zip. Het is een zip? Een oude zip, denk ik. Wow. Oké, mensen. Allemaal even abonneren nou. Want wij zijn kapot. Deze scooter, jongen. Wat een zwaar ding. Bizar. En een blauw duimpje omhoog, want dit is echt killing. Zo. Hij is eruit. Oh, wie had dat gedacht, hè? Beter, denk ik. Bizar. Bizar. Echt. Oeh. Ja, die gaat er niet. Hop. Weer eentje. Hatsje. Ook al een ouwe hoor. Hè? Ja. Hier, wacht. Als iemand deze vanaf deze kant kan zo, hij zit achter het stuur, niet in de steek. Dan ga ik als jullie. Ja, of een fiets, ik weet niet. Dat is een fiets. Nou, dat is geen fiets. Nee? Nou, een motor. Wow. Kan je ook even helpen? Ja, ik kan het niet. Wat een ding, joh. Ik hopen. Ja, zeg. Nou, wat, nee, Jan, hoor. Met deze? Ja. Die witte? Ja. Als Jan had dit ook wel mooi gevonden. Doe hem via de binnenkant. Dan zit hij gelijk goed geklemd. En die andere punt ook aan de zijkant. Die aan de buitenkant. Zo eronder. Zo? Ja, dat je met twee haken... De, ja, juist. Juist. Risico. Dat hij losschiet. Ah, ja. Nou moet je even die andere. Ja, kom maar. Hou hem onder spanning, ja? Op nou, deze manier. Shit. Oh. Oud ijzerboer zal er blij mee zijn. Ja. Verwacht. Hè. Dat stuur. Dat stuur moet dat weg, hè? In één keer gaan trekken. Dat is, eigenlijk moet het stuur er alleen nog maar achter vandaan. Of ook die... Ja, dat, wat je daar ziet, het rubberen, zit ook bij de ballen. Ja. Ja. Maar als die eenmaal ook bij zijn kantelpunt is, kijk. Juist. Juist. Ik denk dat hier van de teken. Dat komt. Hoppa. Weer één. Lekker. Fijne. Oh, weer eentje. Ja. Lekker man. Ik wil mijn fiets en mijn e-bike. Ja, maar deze is oud. Nou, dan hoef je ook niet met de trein, Wes. Nee. Op brommetje. Ja. Team Utrecht gaat gewoon op de brommer naar huis. Ja. Hey. Ja. Zit wel gewoon op de zijkant. Paling niet. Leuk succes. Hey. Ja, bedankt.
Kijk, een paling. Een paling? Ja, daar. Er zit gras. Op de bal. Ja, zo, oh, daar ging die. Een paling. Mooi klein ook. Lekker hoor. Ik heb zien hoe je gaat voor vandaag. Nou hè. Morgen een nieuwe badkamer. Sleep of tillen? Tillen kost wel weer even. Wil je nog een magneet op? Nee. Ja, plaatje ook nog erbij daar. Wat heb jij nou? De staf van Sinterklaas. De staf van Sinterklaas? Jazeker. Nou, je bent er wel vroeg bij. Ja, vervroegd hè. Vervroegde Sinterklaas. Oké, en kom je ook nog langs mijn huis? Ja, bij jou zeker. Jij bent heel lief geweest dit jaar. Hè? Dat staat allemaal in het boek? Ja, staat allemaal in het grote boek. Oké, nou tof man. Dan, ik ga weer pakketjes bezorgen. Tenminste, cadeautjes. Super, ik zie je later. Kijk eens. Het is echt een dump plek voor brommers en scooters dit. Ja, geen fietsen. Kijk, als we nou nog een... Even kijken. Ja, ik denk dat die ook een beetje slap is, je staf, van Sinterklaas. Maar die staf allemaal niet goed voor die. Ik denk dat hij het wel houdt, hè. Denk ik. Nou, dat is wel een heel oud scootertje, man. Daar nog. Juist, daar moet je hem zetten, ja. Hoppa! Juist hem. Juist, zo ja. Juist hem. Rox. In die uitlaat, maat. Probeer jij in die uitlaat te doen. In die uitlaat, hier. Van deze kant moet je komen. Ja. Ga in die uitlaat. Nee, ik denk dat het zwaarste punt juist rechts zit. In die uitlaat, daar. Juist, ja. Juist. Deze is goed, zo gaat hij. Opwippen moet je hem, juist. Wacht, hou hem vast hoor. Ja, hij gelijk weg, maar vanaf. Ja, ik pak hem. Ik heb het hier ook vast. Anders. Ja, zo. Wacht hoor. Ik vertel met deze haak die ik heb, want het is een beetje los. Jouw handvat zo. Bij die uitlaat wippen, hè? Ja, of niet? Ik probeer hem tussen de buddy en de frame doorheen te gaan. Achter het wiel. In die wiel moet je doen, in die wiel. Ja. Juist hem. Voor zonder deze haak die ik heb hier. Ja, dan probeer je hem bij het voorwiel te haken. Hij zit precies in één klein gaatje, maat. Ja? Pas op, Peppi. In onze plek zit er zijn zwaar lul. In die wiel. Ja. Of niet? Hij staat over buiten. Ja, hij is ook niet eeuwig weggelegd. Jij wel, Sinterklaas, maar hij niet. Nee, jij niet. Maar jij moet die naar beneden trekken, hou het naar boven jij. Ja, ik weet het, maar dan kunnen hun niet meer trekken. Nee, dan nou, wij moeten andere systeem gaan pakken, maar die buis kan niet omhoog. Oh, oh. Is het niet? Lekker, lekker een handje, man. Waarom blijft hij niet gelijk erin? Is het niet? Ben je gek? Stuur hem. Stond hij op film? Ja, die staat. Ja, stond hij op film? Ja, hij staat erop. Ook op film, die mensen. Die mensen hebben het ook op film. Ja, maar hij is weer heavy, man, deze. Ja, die is hetzelfde als die andere. Ja. Hij is echt weer zwaar, man, deze. Een Aerox, zie. Dan ben ik wel zwaar de lul. Zo? Ik heb verder niks droogs bij. Ja, en je bent je start kwijt. Je droogt wel weer op. Ja. Heb je nou een lus, Wesley? Ja. Ja. Met twee kanten zit hij erin. Ja, deze zit aan de kant. Ik kan er twee touwen trekken, eventueel. Helemaal los. Ja. Je hebt alleen... Ik denk dat het makkelijker is om twee touwen vast te trekken. Ja. Dan trek je hem met één kracht. Ja, is dit werkt wel. Alleen moet hem echt voorbij de punt. Moet er nou nog eentje met de stijger. Kom met die pijp. Met de stijgerbuis vanaf de kant houden. Maat, hier is ook die andere haak. Ja, Sinterklaas natuurlijk. Ja, ik ben mijn staf kwijt. Ja, daar komt hij hoor. Is dit niet gewoon een motor? Daar komt hij hoor. Hou vol jongens, daar komt hij. Ja, volhouden, kom op. Ah.
Kom op. Wippen met die stijgerbuis. Pas op met die haar. Nee, deze is los. Kom, deze los. Laat deze maar los. Doe hem aan de voorkant. Doe hem aan de voorkant. In die vering. Laat die haak in die vering. In die vering. Of van die voorkant. Ja. Heb je deze vast, ja? Ja, ik kan hem. Dan pak je die andere haak. Pas op met je ogen, Pip. Kom tegelijk een beest. Ik hou niet. In mijn eentje. Ja, ik ga vanaf die andere kant. Nee, daar staat je goed. Daar staat je goed. Hier, hier. Je moet het doen. Ja, bijna. Ja. Het mee. Scooternummer 2, hè? 1, 2, 3, ja. Twee scooters, één frame en twee rommetjes. Niet normaal, schoon, jongen. Bizar. Ja, dat heb jij anders aan je haak hier. Ja. Ik heb andere dingen aan de haak gehad. Ik ga je op de lijn. Ik wil een beetje bekende lijn naar hem. Twee scooters. Twee stuks. Dit is een speedpipe. Volgens een van de heren wel. Ja, de tweede scooter die bij mij begint. Zeker. Die ook? Ja. Ik zie dat zelfs bijna in de politiek. Ja, Michel. Ja. Dat krijg je als je met mij meegaat. Ja, hey, dat is een eendenlokker. Lokfluit voor de eenden. Ja, dat is volgens mij wel een oude. Ik zie als ribbeltjes, weet je wel. Ja. Is dat poeg? Hè? Ik weet het niet, hè. Geen idee. Ja, weet ik niet. Nou, het is geen moderne, laten we het zo zeggen. Nee, hè, het is wel een ouwertje. Een oudje. Ja. Het is een ouwertje. Uit de oude doos. Ik zal er even een fotootje van maken. Ja. Lekker bezig, jongens. Dit is een punt, hè. Hier zitten die punten erop. Oh ja. Lekker, zeg. Ik dacht er iets verder en dan de tegenaan. Ja. Wil je ook nog een beetje zien? Nou, hè. Jongens. Hè? Bizar. Ja. Pak bij mij. Pak die rode. Ja. Beter zit er nog wat in, ouwe. Er zit wel een flink gat in, maar je weet nooit. Nou, er zit wel heel veel blubber in. Lekker gast, hè. Toch nog een kluis hier. Einde van de dag een kluis. Even kijken, als die deze magneet eraf kan. Want je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Want meestal pakten ze het geld en de sieraden, dat is herkenbaar. Dus soms dan willen ze dat erin laten zitten, weet je wel. Is je broek al droog? Nee, het is nog zijknat. Het is helemaal leeg. Ja?
Balen. Hier ook niks in de bagger? Nee, hè? Nee, die is wel goed leeggehaald. Hè? Ja. Nou ja, ligt er wel. Ja. Toch op plaats en nog even lekker kluisje. Nou, dat is misschien een leuke afsluiter dan. Ja. Hè? Zo, mannen. Nou, wat een dag, hè? Ja, bizar. Echt gekke werk dit, joh. Ja, we hebben wel, ja, kijk maar, het zegt genoeg, het spreekt voor zich. Ja, het was erg gezellig. Ja. Ik bedank jullie. Jullie zijn vandaag echt strijders geworden, magneetvisstrijders. Ja, we gaan, kunnen we nog wel een keertje overdoen, hè? Ja, ja. Dus bedankt man, ik vond het erg gezellig met jullie. Yes. Oké, gaan we afsluiten. Mensen, hoi!